Welkom bij het vervolg van Marcus 7, waarbij Jezus in spannend gesprek is met een buitenlandse mevrouw. Hij zoekt anonimiteit over de grens, vanuit Galilea gaat het gebied van Tyrus binnen. Ander land, ander volk, andere goden. Maar geen rust, want onmiddellijk is hij die moeder met een meisje, van een meisje met een boze geest. En dat is niet een Joodse moeder. Wat gaat Jezus doen? Nou, daar schrijft Marcus over. Hoofdstuk 7, vers 27 tot en met 30. Hij zei tegen haar: eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde: Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar: dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Jezus zegt tegen de vrouw: laat eerst de kinderen hun brood eten. Niet aan de hondjes geven. Dat is niet goed, dat is niet mooi, dat doe je niet. Klinkt wel tamelijk hard. Maar let op, er zitten een paar bijzondere kenmerken in. In de eerste plaats zegt hij letterlijk tegen haar: laat toe dat de kinderen eerst hun brood eten. Hij vraagt bijna om haar toestemming. Of hij probeert op zijn minst haar instemming mee te krijgen. Kijk, wie die kinderen zijn, dat is verder niet zo moeilijk te raden. Want in het Oude en in het Nieuwe Testament wordt Israël beschreven als de kinderen van God. Dat is Israël. Dus daar zit iets van instemming zoeken. In de manier waarop het in elk geval in het Grieks verwoord is. Maar er is nog wat bij. Jezus zegt: laat eerst. Eerst de kinderen. Daar zit een belofte in. Op dit moment, nu gaat het om de kinderen. Wie weet wat er verder nog van komt. Nou, dat weten wij dus inmiddels. Want inmiddels weten we dat niet-Joden ook mee mogen doen. Voluit zelfs. En daar zit de kiem van de belofte zit daar al in. En er is nog wat bij. Dat woord hond, dat is natuurlijk een lelijk woord. Voor Israël was dat ook een scheldwoord. Maar dan gaat het vooral om, zeg maar, loslopende zwerfhonden in groepen. Die jagen en vervelend doen en klieren enzovoort. Maar Jezus gebruikt hier niet het woord hond, maar het woord hondje. Of hondjes. Dat is eigenlijk de enige plek in het Nieuwe Testament waar dat woord gebruikt wordt. En dat geeft het weer dat het om een huisdier gaat. Om een troeteldier misschien zelfs. Om de dieren die mee eten van wat overblijft van de maaltijd van het huisgezin. Dit gaat om een huisdier dat wel degelijk zorg en eten krijgt. Daar wordt het meteen een stuk minder scherp van. En er is een commentaar die zich afvraagt van: zegt Jezus dit ook niet beneden tegen zichzelf? Van: oh ja, wat is mijn taak en opdracht? Ja, nu deze vraag tot me komt, ja. Het gaat toch eerst om Israël? Maar ik laat dat andere is niet helemaal weg. Niet uit mijn gedachten of uit mijn hoofd. Wat is mijn taak? Nou, dit is mijn taak. Israël brood geven. Maar dan wordt het gesprek helemaal afgemaakt zo ongeveer. Door wat die mevrouw vervolgens zegt. Ik vind het ontzettend ad rem. En heel scherpzinnig geantwoord. Ze sluit aan bij Jezus. Ze zegt nu: wat maakt u me nou? Wat is dit voor onzin? En ik vind er helemaal niks. En ik meld het bij het meldpunt discriminatie. En weet ik wat allemaal meer. Ze sluit bij Jezus aan. Ze weerspreekt hem niet. Maar ze haakt aan. Israël moet inderdaad het brood hebben. Geen twijfel over. Maar ook wij als hondjes onder de tafel eten van de kruimels. Zo is het toch? In alle nederigheid. Er valt wel eens wat af. Israël laat wel eens wat liggen. Zegt ze bijna ook. We hebben aan een kruimel genoeg. Zegt ze. Wat een geloof. Wat een volharding. En wat een humor dat ze zo dit beeld ineens nog een stap verder doortrekt. En daarmee Jezus weer voor de vraag stelt: mag ik niet een kruimel van u? En hij reageert onmiddellijk. Dat gaat direct. Om dit woord, zegt hij, om wat je nou zegt. Daarom, ga naar huis, de demon is al weg. Je dochter is al genezen. Omdat je dit gezegd hebt. Honorering van Jezus. Die erkent de humor en de scherpzinnigheid van deze moeder. Ze is al genezen, zegt hij. Hij is al weg. Dit is heel uitzonderlijk.
Als je kijkt naar genezingen en bevrijdingen tot nog toe in Marcus, dan gaat het altijd om een direct contact, oog in oog, face-to-face. Het gaat ook heel vaak om een aanraking of om een machtswoord van Jezus, waarbij hij de demon wegjaagt. Dat is allemaal niet aanwezig hier. En het enige wat hij zegt, hij is al weg. Ja, wat is dit dan? Wat gebeurt hier? Is het genezing op afstand? Ja, lijkt het er wel op. Maar hoe weet hij dat dan? Nou, dat is heel gedoe over natuurlijk. Dat weten we niet precies. Maar er is een tamelijk plausibele manier van uitleggen die zegt: Jezus staat in voortdurend contact met God de Vader door het werk van de Heilige Geest waar hij mee vervuld is. Je mag veronderstellen dat hij hierover een bijzondere gave van kennis heeft. Dat hij iets weet en iets ziet wat niemand weet of ziet, maar hij wel. En het klopt ook. De moeder haast zich naar huis, stel ik me zo voor, en vindt haar dochtertje op bed. Misschien wel van de inspanningen van de uitdrijving, want er gebeuren soms rare dingen mee. Het kan heel fysiek ook inspannend zijn. In elk geval, ze ligt op bed. En maar niet omdat ze doodziek is, maar omdat ze beter is. Omdat ze bezig is te herstellen. Omdat ze op een gezonde manier bezig is beter te worden. Ze is bevrijd. De demon is weg. Wat een hoopvol woord. Niet alleen voor Israël, die het levende brood mogen ontvangen, Johannes Evangelie, maar ook voor de niet-Joden, zoals wij. Ook voor mensen die niet in het verbondsvolk thuis horen. Zelfs in die eerste duidelijke opdracht die Jezus heeft om naar het volk van Israël te gaan, zelfs daarin klinkt al de grensoverschrijding door, die in het boek Handelingen grondig en uitgebreid aan de orde komt. Daar blijkt het, tot verbazing van iedereen, inderdaad waar te zijn. Het is het evangelie van Jezus, de opgestaande Heer, die over de grenzen heen breekt en ook ons bereikt. Ook voor de niet-Joodse hulpvragers. Ik weet niet of je dit herkent. Soms dan voelen we ons zo, hè, als een hondje onder de tafel. En bedelen we om een paar kruimels. Of was het alleen maar een paar kruimels? Nou, als je bij Jezus bedelt om kruimels, loop je kans dat je het hele brood krijgt. Want hij is zelf het brood. Nou, dat is een beeldspraak, dat komt uit Johannes Evangelie. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet invoeren hier. Maar ik zeg het toch, want het is wel een mooi beeld. Wie vraagt om kruimels, krijgt Jezus zelf. En er is niks beters dan dat. Tot zover. Misschien tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.